Hey! Dames en heren, jongens en meisjes. Terwijl ik geniet van mijn heerlijke cake, kwam ik achter een bijzonder fenomeen. Een ongelooflijk bijzonder fenomeen. Ik kwam het tegen op TikTok. Zoals je weet, ik ben big TikTok fan. Er komen weer een paar leuke TikToks aan. Het komt binnenkort hartstikke lachen. Ik heb een paar gewoon leuke ideeën. Een paar kleine ideeën. Gewoon leuk. Mijn stoel zit heel ver naar achter. Maar mensen, ik wil jullie welkom bij een gloednieuwe video. Vandaag zijn we hier dus en we gaan kijken naar hyperrealistische illusion cakes. Het zijn dus cakes wat echt lijkt op iets. En dan is het dus een cake. Tenminste, dat denk ik. Kijk, dit lijkt natuurlijk gewoon op een lekker appeltaartje. Ik kan je vertellen. Dat is het ook. Abonneer beneden op mijn kanaal als je het niet gedaan hebt. Doe het. Zeker. Doe het. Nu. Abonneer. En like deze video als je hem leuk vindt. Dan gaan we lekker kijken. Ga genieten van heerlijke cake. Terwijl ik zelf een lekker cake aan het eten ben. Nou, dat is toch absoluut fantastisch geweldig. Oké, laten we gaan kijken. Het is toch bizar? Je hebt hier een kouloos schoen. Besef je, dat is zo'n veter. Dat is toch niet normaal als je dat van cake maakt? Nou, zijn die veters eigenlijk best wel makkelijk, hè? Denk ik, trouwens. Denken we nu. Ik vind het bizar. Oh, ziet er wel lekker uit, moet ik zeggen. Maar stel, je kan dit maken. Oh mijn god, dat is toch fantastisch? Een stukje vlees. Nee. Oh, dit ziet er wel lekker sappig uit, moet ik zeggen. Oh, hij haalt er een lekkere punt uit. Een lekkere punt uit vlees. Oh, dit ziet er echt heel lekker uit. Dit ziet er echt lekker uit. Oh, chocoladetaart. Het is een chocoladetaart. Ja, deze vind ik echt heel nep uitzien. Het is wel leuk gedaan, daar niet van. Maar dit ziet er natuurlijk totaal niet echt uit. Maar wat voor taart is het? Het is een... Geen idee. Ziet er ook niet lekker uit, hoor, dit. Ziet er ook niet lekker uit. Nee. Maar leuk gedaan. Dit is een, gewoon een blok. Oh, lekker. No, dit is een vieze taart dit. Gaat samen. Dit is een worteltaart of zo. Oh, dit. Huh? Stel je krijgt dit in een restaurant. Even serieus, hoe leuk zou het zijn? Restaurantmakers of restaurantmedemensen. Heb jij nou cakejes in jouw restaurant en je maakt dit? Stuur mij even een DM op Instagram. Instagram is Koen. Dan kom ik graag bij je eten en het proeven. Want ik vind dit erg leuk. Ik ben benieuwd of dit. Ik hoop dat dit ook cake is. Kom, laat dit ook cake zijn. En dit? Dit moet ook cake zijn. Oh, dit is gewoon een lava cake, echt? Oh, het bord ook! Huh? Het bord ook. We hebben die pronk het bord meegesneden. Er is niks. Je valt het allemaal op de grond. Wat een cake. Nee, even serieus. Als je dit zou zien, zou je toch niet denken. Dit is een cake. Of ben ik nou gek? Dit is gewoon een bel. Oh. Besef, hoeveel tijd zit er waarschijnlijk in om zo'n taart te maken? Even, hier ben je toch echt dagenlang mee bezig. En dan snij je het door midden. Besef ook, het is allemaal. Die Luke maakt het allemaal. Die Luke is echt een megatalent. Ja, dit ziet er weer niet lekker uit. Dit is weer smerige taart. Maar ja, hij tiet me daar. We zijn toch weg. Wel bizar wat hij kan. Oh, een bolletje wol. Een bolletje mokerwol. Godsamme, wat lekker. Is weer die smerige taart. Oh, het is weer lekker chocola, denk ik. Lekker hoor. Een schoen. Maar deze schoen zie je wel dat hij nep is. Deze schoen zag ik gelijk. Ik zag persoonlijk gelijk met deze schoen van deze nep. Maar het kan ook aan mij liggen natuurlijk. Nee, ligt niet aan mij. Ja, ligt aan mij omdat ik een fucking beast ben. Dit ziet er vies uit, dit bovenste. Gadzakken. Wat is dat? Bakje koffie. Nee, dit ziet er wel echt nep uit, hè. Deze zag er echt nep uit. Maar wel lekker. Stel je voor, je bent in een restaurant, bestelde koffie, krijg je dit. Zou ik niet blij zijn, want ik wil een koffie. Godsam. En weer. Nou, dat het bord ook doorsnijden, snap ik niks van. Dat vind ik echt raar. Dat vind ik echt heel vreemd. Dat slaat nergens op. Dat bord doorsnijden. Weet je wat, jongens? Ik raap helemaal opgewonden. Ik neem even een lekker hapje. Ik wil weten, wat is jouw favoriete taart? Laat achter in de comments. Die van mij is toch wel appeltaart. Ik vind appeltaart echt heel lekker. Maak voor slagroomtaart ook heel lekker. Zeg maar, ik maak niet graag reclame voor bedrijven als ze me niet voor betalen. Maar de Hema slagroomtaart die je kan bestellen, die is echt heel erg lekker. Die is echt heel lekker. Die kreeg ik ook toen de bank zich ging doen dat ik jarig was. Ik kreeg een taart, kleine throwback. Is het weer met een thee? Dat was echt een lekker taartje. Maar dat kan ook komen omdat ik mijn hoofd stond erop. Dat maken we natuurlijk ook een stuk lekker. Dus als je nou zo'n taart zou bij de Hema, doe dan wel met mijn hoofd erop. Een blikje drinken. Ik vind dit toch wel knap hoor. Ik vind dit toch wel vrij bijzonder. Dan moet ik zeggen, dit is wel echt lelijk. Want dit zie je duidelijk dat erop getekend is, zeg maar. Oh, hij breekt. Hij breekt. Nee. Ja. Huh. Een zak chips. Hallo. Zo, deze is wel echt goed hoor, deze zak chips. Deze zak chips is een van mijn favorieten. Oh, een cake. En dit is van binnen een andere cake zeker. Oh my lord. Leuk. Een bosje bloemen. Een lekker bosje bloemen. Hey. Oh, die bloemen zien niet heel lekker uit. Oh, dit zou ik niet willen eten. Oh, nou... Trouwens, een lekker taartje. Hij heeft wel maar twee soorten taart heeft hij, die hij kan maken. Maar is die bosbessen, zijn dat ook taart? Nee, dat zijn echte. Nee, oh, dat is ook taart. Toch? Ja, dit is taart. Want een bosbest van binnen ziet er niet zo uit. Dat is geen bosbest. Voor de fruitkenners onder ons, dat is een framboos. Dat is een bosbest. Dit is een blauwe bes. Blauwe bes. Blauwe bes, mensen. Sorry, blauwe bes. Maar lekker. Een banaan. Een banaan. Oh mijn god, een banaan! Ik wil eens wat leuks opnemen met deze banaan. Hij was bevroren en nu is hij wit. Maar wie weet.
Ik ben fucking opgelicht! Waarom hebben wij in huis alleen maar die poepbananen? Het is ongelofelijk, wat een onzin. Oh, een sinaasappel! Oh, een appel! Oh mijn god, wat doet hij nou die gek? Oh mijn god, deze was echt goed. Deze was echt leuk, deze was echt leuk. Oh mijn god, oh, ik schrok me dood. Hier dacht ik echt van, ik zal mijn leven me voorbij flitten. Ik dacht, hoe mag dit op YouTube, dacht ik. Nou, dit ziet er nep uit. Hallo, pasta, gadver. Het is een soort van zacht. Oh, dit is smerig, dit is vies. Oh. Nou, dit ziet er echt uit als een echte peper. Ja, not. Ja, sommige zijn echt goed, zoals dit houtblok is ook goed. Dit is een goed houtblok hoor, dit. Oh, lekker. Ah, dat is een realistische grote aardbei. Wat een mega aardbei. Oh, zeg maar niet. Heel groot, dat film gewoon niet op. Het lijkt heel groot, maar het is een heel klein bordje. Dit ding lijkt 2 meter groot. Als we even eerlijk zijn. Dit ding lijkt echt 2 meter groot. Als jij een hand ziet, dan maar even groot als een hand. Zo. Echt helemaal niet heel groot, maar het lijkt echt mega. Hij maakt een ei of zo. Hij laat nu zien hoe je het maakt. Een bloem. Hij maakt een bloem. Oh, wat vet. Dit kan ik zelf ook, denk ik. Een Rubik's Cube. Hartstikke idee. Wat goed. Als je dit kan, jongen, dan heb je toch talent, jongen. Nee, je wil het hele bord mee natuurlijk. Oh, nu kun je niet. Nee, doe mij goed. Dit doet mij goed. Dat is niet het hele bord. Een broodje hamburger! Of het lijkt eerder op een soort... Ja, ik weet het eigenlijk niet. Arm plantje. Ik krijg helemaal geen water meer. Oreo's. Ja. Maar ik vind dit niet zo... Want de Oreo's zijn normaal gesproken ook lekker. Ja, maar dat zou ik normaal gesproken ook eten. Ik vind het leuker als er ineens een arm is bijvoorbeeld. Oh, wat is dit? Huh, hij tikt het eieren kapot. Huh, waarom maak je dit dan? Het heeft alles weg. Maar wat blijft er nou over? Hier blijft over zo'n ding wat in een kindersurprise ei zit. En wat zit daarin? Speelgoed. Ja, net zoals altijd. Hallo. Heb je hiervoor nou alles verpest? Nee, nee, nee. Een kuikentje. Een kuikentje. Een lekkere klok. Hij is ook goed met die tattoo, man. En ik zou nu niet in zijn arm snijden, want hij was hiermee aan het doen. Dus als hij dat nu in zou snijden, zou het niet goed zijn. Hey, dit is het ding. Voor de mensen die de serie Tiger King hebben gekeken op Netflix. Dit was, Oh, heet hij ook alweer? Ah, ik weet niet. Dit was in ieder geval de gast met dat park. Heeft hij nagemaakt. Oh, nee, hij snijdt zijn hoofd. Au, waarom nou door zijn oog heen? Waarom doe je dat nou? Hoeft dat niet per se. Oh, wat lekker. Nou, dus dat is een hele echte afstandsbediening dit. Die info. Sleven. Dit is echt heel slecht. Het is droog, denk ik. Het is droog. Dit is echt niet lekker hoor, deze taart. Dit is een lelijke broer. Ik heb net een fantastische broer. Hoe zie je dit? Dit is lelijk. Die andere was net erg. Dit is lelijk dit. Nee, ik zeg maar, dit is niet lelijk. Maar ik heb net het andere gezien. Dus dan is dit echt lelijk. Als je het vergelijkt met die andere. Nou, dit is toch echt dramatisch. Zeg maar, nog steeds heel knap, hè. Maar met het niveau wat we net hebben gezien en wat het niveau wat we nu ineens zien. Dit is diezelfde gast met die arm, volgens mij. Die arm was hartstikke goed. En dan heb je dit. Oh, dit is wel lekker kippetje. Lekker kippetje dit. Dit meen je niet. Als hier taart in zit. Deze vind ik goed. Deze is echt goed. Deze vind ik echt knap. Lekker krop sla. Nou, ik denk dat heel veel mensen dit zien. Dit graag zouden willen. Met een krop sla. Als een moeder er doorheen snijdt. Dat je dan ineens. Hartstikke idee. Boem, bang. Lekker de bam met de bom. Hoppakeetje. Lekker taartje erin. Hatsa. Lekker taartje in je sla. Oh. Oh jee. Het hoofd van de vis. Daar komt bloed uit. Maar het is gewoon rode taart. Nou, we eindigen op de drop. Met een fantastisch English breakfast. Godsamme. Woe! Yes! Oh! Hallo, iedereen zien we het snee. Wat een anticlimax! Wat een anticlimax! Wat een ongelofelijke anticlimax! Maar dan nog, mensen, ik wil je bedanken voor het kijken naar deze video. Ik heb enorm trek gekregen, maar gelukkig heb ik nog steeds een lekker stukje taart. Dikke, hè? Vette, hè? Huts. Bedankt voor het kijken naar deze video! Vond je het leuk, doe een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal. En tot de volgende video. Doei! Vragen in de week, week, week. Ik ben nooit weg geweest. We rocken nog reben. Nee, ik hoef geen kartje. Paar ruggen in de week, week, week. Ik ben nooit weg geweest.